We zijn nu aangekomen hier een stukje verderop. En hier op nummer 42 wonen Jaap en Renske. Gaan we eens even gauw binnenkijken. En dan zie ik hier naast nummer 42 al een klein stukje Hebreeuwse tekst. Dus dan ben ik benieuwd wat daar het verhaal achter is. We bellen aan. We hopen dat er open wordt gedaan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Jaap, neem ik aan. Ja. Yes. Er staat hier al een stukje Hebreeuwse tekst. Hoe komt dat? Dat is onze achternaam. Bunker. Maar waarom in het Hebreeuws? Omdat ik daar een connectie mee heb. Met het Hebreeuws. Nou, laten we even naar binnen lopen. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd. Wat is jouw connectie daar dan precies mee? Ik ben... Loop maar mee hoor. Ik ben de hele tijd... Geleden ben ik ooit in Israël geweest en het Midden-Oosten, veel gereisd. En dat doe ik nog steeds. En die hele cultuuromgeving, dat spreekt me enorm aan. Ja. En dat komt vanuit mijn theologische achtergrond, denk ik. Ja. Wat kan je omschrijven wat het dan is wat jou daar precies gegrepen heeft? De sfeer, de natuur, de omgang met mensen. Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe lossen ze dingen op? En dat vind ik verbijsterend mooi. Ja. En daar achter jou zie ik al iets hangen. Wat is dit? Dat is een ezelsjuk. Ja. Ja, dat is een van de dingen die ik in de loop van de tijd meegenomen heb. En dat is een mooie verweerde ezelsjuk. En dat spreekt mij altijd aan. Het moet gebruikt zijn eigenlijk. Dat vind ik het mooiste. En je zegt één van de dingen. Hoeveel dingen heb je inmiddels meegenomen dan? Nou, ik denk een stuk of 400 artikelen van alles en nog wat. Van klein tot groot. En staat het hier ergens uitgestald? Boven op zolder. Boven op zolder? Een gedeelte. Ja. Nou, dan ben ik wel benieuwd. Staat het op zolder? Mag het niet naar de huiskamer? Ja, zeker. Je mag naar de huiskamer. Maar mogen die spullen niet naar de huiskamer? Nee. Nee? Nee, genoeg is genoeg. Ja? Ja. Als je boven komt, dan weet je waarom. Oké, nou dan ben ik heel benieuwd. Gaan we zo eens even kijken. Wat ben je aan het maken? Een nasi. Lekker. Is dat voor vanmiddag? Is middags warm eten? Voor vanavond. Oh, nou het is jammer dat wij niet altijd kunnen blijven eten. Geurtelevisie, ja, was het er maar. Dan had u mee kunnen genieten. Mogen we met u mee naar boven? Ja, dat mag. Volg me maar. Volg me maar. En dan doen we een heel leuk televisietrucje. Dat doen we namelijk zo. En dan staan we, hoppakee, op zolder. Dat is handig. Ja. Dit is jouw verzameling. Een deel. Het grootste gedeelte zit hierachter. Ja. In kratten opgeslagen. Soms heb ik exposities ermee. Soms in kleiner verband. En dan neem ik een aantal spullen mee. Ja. En zijn dit nou de meest bijzondere dingen die hier uitgestald hebben staan? Ja, ik heb een aantal dingen. Ik heb landbouwwerktuigen neergezet. Ik heb muziekinstrumenten neergezet en gehangen. Ik heb messen en bijlen meegenomen. Die heb ik hier neergezet. Delen van kleding. Ja. Ik heb hier sieraden hangen. En dat soort land, mag je dit allemaal gewoon meenemen? Ja. Ja? Ja, dat is geen probleem. Tenminste, ik sta op het vliegveld en dan hoor ik wel wat er gaat gebeuren. Ja, want Israël heeft natuurlijk niet de makkelijkste douane. Nee. Kijk, zie je wel eens raar aan? Ja, ik heb een mooi verhaal over dit. Dit is een ezelskaak. En dat komt van het verhaal van Simson. Ja. En toen stond ik bij de douane en toen vroegen ze aan me of ik wapens bij me had. En toen heb ik gezegd, ja, ik heb wapens bij me. En toen had ik meteen 6 bodybuilders om me heen staan. En toen heb ik dit eruit gehaald. En toen heb ik... haar uitgelegd dat een van haar voorvaderen daar een aantal Filistijnen mee doodgeslagen had. Want wat is het verhaal daarachter? Het verhaal is dat Simson de Filistijnen aanviel. En daar gebruikte hij, hij werd aangevallen en hij pakte een ezelskaak en daar sloeg hij mensen mee dood. En de Israëlische douane, die zeiden toen, ja, dit is een wapen, of die zeiden nou, neem maar mee? Toen ik zei dat er 1000 Filistijnen mee doodgeslagen waren, toen vonden ze het goed, mocht ik door. Ja, ik snap het. En ik zie daar ook iets, een Arabische tekst, wat is dat? Ja, dat is een pamflet, dat heb ik meegenomen uit de Gazastrook. Dat is een jongetje van, nou pakweg 15, 16 jaar en die heeft zich ooit als martelaar opgeblazen in een bus in Jeruzalem. En dat, hij hangt daar omdat ik wilde voor die mensen zijn. En dan is hij een beetje een voorbeeld van, dat is niet de goede afloop, dat moet op een andere manier. Ja, want het is natuurlijk nog steeds... Spanning. Ja, spanning, conflict. Zie jij een einde aan dat conflict? Nou, op het ogenblik niet. Nee? Nee, de spanningen zijn te groot onderling. En dat... Ik weet niet wanneer dat gaat komen. Het zal ooit een keer goed komen. En dat geloof ik wel, vanuit mijn hart. Ja? Ja. En hoe komt het dan dat je daar wel een vertrouwen in hebt?
Kijk, ik ben een gelovig mens en als ik in mijn Bijbel lees, dan staat er dat er op een gegeven moment een vrede gaat komen. Maar dat kan geen menselijke vrede zijn op dit moment. Dus hoe dat ontwikkelt, we zullen het zien in de tijd. Maar als het geen menselijke vrede is, wat voor vrede gaat het dan zijn? Dan wordt het de goddelijke vrede. En heb jij dan een beeld van hoe dat zou kunnen gebeuren? Ja, mensen moeten moeten daar oog voor krijgen. Het is een verhaal wat ze moet pakken. En daar wil ik wel mee bezig zijn. Ja. Ja. En zo probeer ik ook mensen te benaderen. Dat doe ik in Nederland ook, met al deze spulletjes. Ja. Ja, want we zien hier dus heel veel van Israël. Maar jij zegt, ik wil er ook zijn voor de Palestijnen. Ook, ja. Ik ben geen zwart-witdenker, die zin. Nee, ik heb destijds ook een boek geschreven erover. En dat heeft me... Ja. Dat heeft mij erg getriggerd, dat onderwerp. Ja. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Al jaren. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat wij het nog in ons aartsbestaan hier mogen meemaken. Ja. Dat die vrede er komt. Lieve mensen thuis, wij gaan nu van jullie afscheid nemen. Bedankt voor het kijken. En we zien jullie heel graag weer volgende keer. Doeg!